Hallo, Leon Smitty van de Prestatieformule met de les van de dag. Ik was vandaag bij een workshop en de les die ik daaruit haalde was toch wel dat er heel veel mensen zijn die als ze training geven of iets willen overbrengen, vaak zelf vertellen. Nou, dat is natuurlijk op zich niet mis mee, maar ik denk dat je veel meer efficiënter wordt of veel meer effectiviteit bereikt door in plaats van te vertellen heel veel te vragen. Groot voordeel is als je veel vraagt tijdens een training of tijdens het presenteren van iets, dan weet je ook meteen wat de andere persoon al weet. En dan weet je ook hoe je eventueel kan inspelen op het niveau wat je voor je hebt zitten. Dus als jij een training moet geven of je moet iets uitleggen, ga dan eerst beginnen met vragen stellen. En aan de hand van die vragen ga je kijken welk stuk van de kennis is al bekend en welk stuk moet ik eventueel nog bijscholen. Dus op die manier kom je veel sneller tot resultaten, maar daarbovenop nog is het voor degene die de training krijgt ook veel interessanter. Want die ziet ook dat je dus in principe kan schakelen naar het niveau wat ze zelf hebben en daarmee ook een veel interessantere training kunt geven. Dus geef je een training, ga eerst vragen en vertel niet te veel voordat je weet wat het niveau is. En ga daarna eventueel aan de slag met opdrachten, zodat je nog beter de persoon aan het werk zet en niet alleen maar vertelt. Want vertellen is maar één richtingsverkeer. En meestal onthoud je er maar heel weinig van. Ik hoop dat je wat met deze tip kunt doen. Succes ermee en graag tot de volgende keer.